Voor avontuurlijke, eigenwijze en nieuwsgierige kinderen is er nu een fantastisch nieuw maandblad, Banjer. Kinderen komen met Banjer alles te weten over hun eigen hond, poes, cavia of konijn. En over alle andere leuke, lieve, enge en gekke dieren in de natuur. Banjer is elke maand een leuk en leerzaam avontuur in de natuur. Precies wat kinderen willen. Banjer. Leuk, leerzaam en vol avontuur. Proef de Côtes du Rhône, want je hoeft geen kenner te zijn om te weten welke jij de lekkerste vindt. Vraag naar de Côtes du Rhône wijnen bij uw slijter of kijk in uw supermarkt. Côtes du Rhône. Proef het zelf. Ariel, toe nou. Kom met je hoofd uit de wolken en weer in het water waar het thuis hoort. Luister nou eens. Die mensenwereld is een troep. Het leven op de zeebodem is veel beter dan wat ze daarboven te bieden hebben. Boemba, zei je zot? Je hebt het over een leeuwzinne. En leeuwen eten ons op. Niet lang daarna kwam de oude geit weer terug uit het bos. Ach, wat ze daar te zien kreeg. De voordeur stond wagenwijd open. Tafels, stoelen en banken waren omvergegooid. De waskom lag in scherven. Dekens en kussens waren uit het bed gerukt. Ze zocht haar kinderen, maar ze waren nergens te vinden. Ze riep ze bij hun naam, het ene na het andere, maar niemand antwoordde. Eindelijk, toen ze aan het jongste toe was, riep een zacht stemmetje. Lieve moeder, ik zit in de kast van de klok. Ze haalde hem eruit en hij vertelde haar dat de wolf was gekomen en de anderen allemaal had opgegeten. Je kunt je wel voorstellen hoe zij om haar arme kinderen heeft gehuild. De KWF Collecteweek staat weer voor de deur en we hebben uw hulp nodig. Strijd mee tegen kanker. Word ook collectant en maak met een paar uur per jaar een groot verschil. Meld u aan op kwfkankerbestrijding.nl. Dit is Moussa. Moussa woont in Mopti, een stad in Mali. Mali is een van de armste landen ter wereld. Door verschillende ziektes en hongersnood sterven er jaarlijks veel mensen. Stichting Mopti kan deze mensen helpen, maar daar is wel jouw hulp bij nodig. Door middel van tuinenprojecten helpt Stichting Mopti om mensen hun eigen groenten en fruit te laten telen. Dit zorgt voor de gezondheid van mensen en voor inkomsten door het verkopen van deze producten. Door deze projecten krijgen mensen zoals Moussa weer een toekomst. Help ook en steun Stichting Mopti. Giro 5054 851. De inwinning van verkeersgegevens moet georganiseerd worden. Daarbij krijgen bedrijven een belangrijke rol. Ook moet er een organisatie komen die afspraken maakt en bewaakt met wegbeheerders en bedrijven en die ervoor zorgt dat de verkeersgegevens daadwerkelijk worden ingewonnen en centraal beschikbaar zijn. Aan deze en andere stappen wordt hard gewerkt. Een betrokken en blijvende inspanning van zowel private als publieke partijen is hierbij onontbeerlijk. Zo wordt Nederland snel beter bereikbaar. In 2009 is Rotterdam Your World, de eerste jongerenhoofdstad van Europa. Een jaar waarin jij samen met anderen aan de slag kan. Pak die kans, doe mee en verander voor altijd jouw wereld. Meer weten over Your World? Check your09.nl.